Nou, een van de belangrijkste rollen vind ik dat leerlingen op de juiste plek terechtkomen. Dat is denk ik mijn verantwoordelijkheid. Dat leerlingen goed kiezen, zelf kiezen, hun eigen keuzes maken. En niet kiezen wat hun vriendinnetjes of wat hun ouders willen. Er is zo ontzettend veel. En voor hun heeft een heleboel geen inhoud, alleen maar een naam. Ik wil dat zij weten wat hun studie inhoudt en dat ze daar een bepaald beroepenbeeld bij hebben. Ik heb wat neergelegd voor Pieter. Goed. Mijn taak als mentor is in eerste instantie, als die leerling naar mij verwezen wordt, om met die leerling die keuze helder te krijgen. Daarnaast heb ik ook de taak als decaan om de entree goed te laten verlopen in het ROC. Ik probeer mijn vak zo aantrekkelijk mogelijk te maken en onderdeel daarvan is dat de leerling ook op stage gaat. Door die snuffelstage kunnen kinderen dus een bewustere keuze maken om hun vervolgopleiding te kiezen. Ik probeer mijn leerlingen vertrouwen te geven. En dat doe ik door aan te sluiten op de stage. In de stage werken ze heel erg aan hun competenties. En na de stage in het gesprek probeer ik daar de beste kanten uit te halen. Heel belangrijk is dat je persoonlijk contact hebt met de mensen van het mbo. En dat persoonlijk contact bouw je op in allerlei vergaderingen. Maar ook door de telefoon te pakken als jij een vraag hebt en naar de persoon in kwestie te vragen. Er zijn enorm veel informatiebronnen. Je hebt natuurlijk de websites. Iedere ROC heeft zijn eigen website. Daarop kan je vinden welke opleidingen je kan doen, waar je de opleiding kan doen, welke locatie de opleiding kan doen. Hoe je je digitaal moet aanmelden. Er zijn natuurlijk daarnaast nog vele andere sites zoals Bekijk je toekomst. ROC.nl. Daarnaast heb je natuurlijk nog de opleidinggidsen. Gewoon op papier heb je iets in handen. Kan je lekker doorheen bladeren met leerlingen, met ouders. Opleidinggidsen worden ieder jaar opnieuw uitgebracht, dus zijn altijd up-to-date. Ja, voor mij is een hele belangrijke bron van informatie. Dat zijn de mensen op het ROC zelf, bij het loopbaancentrum. Als ik een vraag heb, je belt ze op. Vragen, vragen, vragen. Pak de telefoon, bellen. En... Als je dus een vraag krijgt van een leerling waar je niet 1, 2, 3 een antwoord op hebt, dan ga je zoeken. En dat zoeken dat gaat via het internet, dat gaat via boekjes, je spreekt collega-decanen. Maar het is erg belangrijk dat je ook je contactpersonen binnen dat ROC aanspreekt. Als ik een vraag heb, je belt ze op. En dat is erg belangrijk om je netwerk op te bouwen, dat je weet wie je dan kunt bellen. Ze zijn altijd bereid om je te helpen, alleen het is wel belangrijk dat je daar ook achteraan blijft gaan. De vraag leg je neer, maar zorg ook dat je dat antwoord krijgt en dat het niet ergens blijft liggen. Als ik echt een specifieke vraag heb over een bepaalde richting. Je hebt natuurlijk de scholingsmiddag van voornamelijk georganiseerd door Spirit for You. Waar je ook heel veel informatie op kan doen. En waar je eigenlijk sowieso altijd wel wat nieuws hoort. Maar ook als je echt een specifieke vraag hebt, dan stel je die daar. Want daar kom je de juiste mensen tegen. Nou, wat er natuurlijk bij een intake gevraagd wordt, is van waarom kom je voor deze opleiding hier? Hè? Waarom heb jij de keuze gemaakt om deze opleiding te gaan volgen, een beroepsopleiding? En zo'n leerling zegt vaak van ja, ik ben goed in economie, dus ga ik economieopleiding doen, maar past zo'n opleiding ook bij de leerling? Nou, het is heel erg belangrijk dat een decaan en mentor dat kunnen inschatten. Praat daar met de leerlingen over. Stuur ze naar open dagen, dat is ontzettend belangrijk. Dat ze eens gaan kijken, sfeer proeven, dat ze kunnen zeggen van nou, dat past een beetje bij mij. Laat ze proefstuderen. Alsjeblieft laat ze een keertje meelopen. Een half dagje of een dagje is in zo'n gebouw kijken. Hoe is de sfeer op zo'n mbo? En doe ik de dingen in die opleiding die ik graag wil? Nou, daar kan je als mentor of decaan kan je daar best advies over geven. Jullie kennen de leerling het best. Om een leerling daarop voor te bereiden, zijn we dit jaar begonnen met iemand van het mbo binnen te halen op school en het intakegesprek te oefenen. Het haalt de angst bij leerlingen voor het gesprek weg. En leerlingen gaan veel zekerder het gesprek in. Wij maken bij veel opleidingen gebruik van een soort capaciteitentest. En dan gaan we kijken of de opleiding een beetje bij de leerling past.
Daarnaast vindt er een gesprek altijd plaats, een intakegesprek. Nou, dan gaan we gewoon alles eens combineren. Kijken wat er uit die test is gekomen. En dan gaan we eens kijken van nou, past alles bij elkaar in het plaatje wat bij die opleiding hoort. Er zijn niet veel leerlingen die binnenkomen en meteen al weten wat ze willen. Als een leerling bij mij komt voor een gesprek, dan zorg ik altijd dat we in een goede positie zitten. Dus niet tegenover elkaar, maar zoveel mogelijk naast elkaar. Ik stel zoveel mogelijk open vragen. Ik stel ze op het gemak. Maar de truc is om dan inderdaad tijdens zo'n gesprek in het derde jaar liefst al een beetje te gaan focussen van... Wat zijn je competenties, wat zijn je vaardigheden, wat zijn je interesses? En dat probeer ik iedere keer te versmallen. Je ziet ze in de lessen, je ziet ze op stage. Je weet met buitenschoolse activiteiten hoe ze zijn. Wat ik ook veel doe is projecten. En dan zie je vaak de kracht van de leerling. En daar speel ik op in. Je hebt bijvoorbeeld hele stille leerlingen, maar als ik het project doe... bijvoorbeeld lesgeven aan de eerste klasse... daar moet een programma voor gemaakt worden... Dan zijn dan juist die stille leerlingen, die excelleren opeens. Want die kunnen ineens heel erg goed organiseren. En dan zeg ik, nou, weet je, richting misschien een evenementenorganisatie zou wat voor jou zijn. Of een managementfunctie. Zo stuur ik ze een beetje een richting op. Nou, dat is best wel heel erg moeilijk. Zeker om dat zelf te doen. Want ik weet gewoon ook niet altijd zelf wat een reëel beroepenbeeld is. Ik laat leerlingen sowieso beroepenfilmpjes zien. Waar ze nou ja, duidelijk beeld van een beroep krijgen. Maar wat ik ook doe is mensen uit het beroepenveld uitnodigen. Nou ja, zij hebben natuurlijk het beste verhaal. Zij hebben ook het enige goede verhaal. Ze vertellen de voor's en tegens van het beroep. En daarbij hebben de leerlingen natuurlijk altijd vragen en die kunnen ze dan stellen aan de persoon uit het bepaalde beroepenveld. De afdeling dienstverlening en commercie loopt 2 jaar lang stage op 1 middag in de week bij een bejaardenhuis hier in de buurt. En doen er allerlei werkzaamheden. Ook dat geeft een leerling een beeld van een beroep. Ik hoop dat elke leerkracht in zijn eigen vak ook duidelijk kan maken van... Waar heb je dit vak voor nodig later? Waarom hebben we dit vak? En dat is een taak van een vakdocent. Want studie- en beroepskeuze is geen geïsoleerd vak. Het hoort bij een geheel. Zeker voor mij als beginnend decaan zit je gewoon met ontzettend veel vragen... En bijvoorbeeld het decanenoverleg, wat we 1 keer in de 2 maanden hebben, daar hoor je altijd wel waardevolle dingen. Dus er is altijd een moment dat je denkt, nou dat weet ik al, dat heb ik al vaker gehoord. Maar veel belangrijker is dat je nooit de deur uitgaat zonder dat je iets nieuws gehoord hebt. En dat vind ik een enorme meerwaarde. Bovendien, als ik een bepaalde vraag heb over niveaus bijvoorbeeld op het ROC, waar bepaalde onduidelijkheid over is, dan vraag ik die op zo'n overleg, want daar kom je ook collega's tegen van het ROC... Die kunnen daar antwoord op geven. Ik denk als decaan
moet je aan de weg timmeren. Je moet je bereikbaar maken voor iedereen. Ze moeten weten waar ze je kunnen vinden. En je moet ook bereid zijn om te ondersteunen. Niet een leerkracht wegsturen met een halfwassen advies. Nee, zeggen van, ik kom de volgende les bij jou in die klas en dan gaan we het samen doen. En daarmee help je een collega weer op pad. Het is belangrijk om als collega samen te werken en de leerling de kans te geven om zich voor te bereiden op het vervolgonderwijs. Ik denk dat het heel belangrijk is dat een directie weet wat je aan het doen bent, zodat je ruimte kunt krijgen om je decanenwerkzaamheden uit te voeren. Iedereen weet, donderdag is de decanendag. Dat is de dag waarop voorlichtingsmomenten zijn, scholingsmiddagen, nou ja, de allerlei zaken waar je als decaan meer informatie vandaan kan halen. Dus het is eigenlijk van groot belang dat iedere decaan lesvrij is op donderdag, zodat hij de school uit kan om inderdaad aan die informatie te komen. Nou, ik werd persoonlijk geholpen door mijn decaan. Mijn decaan was ook meteen mijn mentor. Hij heeft me ook echt alle stappen uitgelegd van hoe en wat en hoe je dus alles aanpakt. En hoe je de gesprekken doet met de scholen en waar, ja, welke scholen geschikt zijn en dat soort dingen. Hij was niet zo vaak te bereiken, vond ik. Als ik bijvoorbeeld iets nodig had, moest echt op afspraak. En dat duurde wel een tijdje om zeg maar, in contact te komen om zeg maar, over een beroep te praten. Dat ze me goed geholpen hebben met dat ik naar een schoolmarkt moest gaan. Om naar scholen te kijken van wat hebben die voor opleidingen. En wat vind ik leuk. En dat ik naar open dagen moest gaan. De opleiding die ik had gekozen was niet echt goed. Omdat mijn decaan er weinig over ging doorvragen aan mij. Of ik dat echt daadwerkelijk wou doen later. Want als hij er meer over ging vragen aan mij. Dan kon ik misschien 2 keer erover nadenken dan alleen 1 keer. Ze hebben me ook goed geholpen met de opdrachten die ik voor de toelating moest maken. Want mijn lerares Nederlands die heeft me geholpen om een motivatiebrief te schrijven. Dus dat vond ik al heel fijn van ze. We hebben ook mentorgesprek gehad en vanuit daar wist hij wat ik wou doen en waar ik heen wou met mijn toekomst.